Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Ook wel een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glow Incarnate Shiny Cage Lock met Sandring van Gaming SB. Vorige aflevering heeft helaas Sander de Lifestar niet kunnen vangen. Kan gebeuren, zou ik zeggen. Hij gaat nu eventjes de vulkaan op om daar nog een Pokémon te vangen. Ik hoop dat dat wel lukt voor je. Hou. Nee, zo bedoelde ik het helemaal niet. Oké. Goed om te weten. Ik heb ook geen... Sander is nog steeds salty, terwijl hij 3-1 voor staat. Bro, ik heb heel veel Pokémon verloren. Ik zal mijn intro... Ja, maar je staat nog wel een 3-1 voor. Kan je nog wel heel veel Pokémon verliezen, maar je staat gewoon voor. Ja, maar alsnog, dan mag ik best balen van het feit dat ik daar Pokémon voor heb. Ik heb nu Spinda meegenomen als Deathfather. Had ik beter met Spinda kunnen doen. Ik ga niet meer terug, maar dan weten jullie dat. Mai is level 18. Oh ja, een Geodude. Nee, daar heb ik geen weakness tegen of zo. Hoe ging Tori ook? Oh ja, ground type natuurlijk. Ja, fuck. Wanneer heb jij die revive voor je Beautifly ingezet dan? Ja, toen Maxi dood ging. Oh ja. Nou ja, Maxi ging niet dood. Dat was het hele punt waarom ik hem moest checken. Nog een Geodude, hou op met me. Zijn special is veel meer. Oh, je hebt de Spoink? Mm-hmm. Cool. Oké. Wat vond je van mijn intro momentje? Ik vond hem fantastisch. Vond jij van Ja, vond je hem fantastisch? Ik vind hem ook wel fantastisch. Ik denk dat we daar nooit meer vanaf gaan komen. Oké, misschien toch wel. Ik moest even niezen. Yo. Alhoewel, ik heb geen fighting type meer. Dus ik kan hem wel gebruiken. Gelukkig. Wat een luxe. Zeker. Slugma. Yo, die voel ik. Weet je wat zijn nummer is? Kan niet Slugma. Nee, 218. Oh, als jij dat zegt. Ze zeggen dat ook in zo'n liedje. Wat? Ze zeggen dat ook in zo'n liedje. Ja, kan niet stuk. Maar AI heeft die gecoverd, hè? Twee keer had ik trouwens gehoord laatst. Wow. De Stunning Sexy en de Head Curtains. Beide hebben hem gecoverd. Dat je denkt, zulke grote namen. Hoe dan? Echt hoor, die Head Curtains. Echt. Dat is gewoon songfestival materiaal. Ja, dat is dan niet dat die niet gestuurd wordt. Pas daarvoor wordt Joost gestuurd. Ja, Joost is wel een leuk liedje. Ik vond niks. Maar Smaakverschillen. Oeh, shiny. Nee. Hij loopt vast bij mij. Hey, yo. Shiny Durant. Oh, ik mag kiezen. Huh, twee? Dit is heel rare instant. Shit. Kijk, dit is dan weer eventjes positief. Dat is fijn. Ja. Dit had ik nodig. Ik ga niet voor de niet-shiny spoilers. Nee, ik weet het nog niet. Daarom zei ik het op deze manier. Kijk, Burk, dan ben ik wel weer weak tegen... Ik denk wel... Maar ook Steel. Steel is wel goed. Oh, ik ben eruit.
Hij kan Odesloof. En Splash. Ja, nee, ik ben eruit. Ik ben eruit. Kut. Oh, deze train had ik blijkbaar nog niet bevochten. Psychic Edward. Dat is gewoon niet een normal Edward, hè. Dat is een Psychic Edward. Hou op met de Sand Attack. Never. Nee, dat heb ik door. Kijk hoe slechte moveset mijn Marstomp heeft. Ja, dat is wel een beetje triest. Ja, dat kun je zeggen, ja. Tijd dat ik straks surf leer. Oké, de twee shinies zijn nog over. Zoals ik zei, ik ben er vrij zeker van wie ik ga gebruiken. Ik bedoel, Spoink kan Splash, Odesloof. Splash doet helemaal niks. Odesloof kan ik eindelijk Ghost types raken met Normal types of andersom. En dat heeft me zoveel pijn gedaan vroeger. Dat ik voor Mister... Ga je voor de Durant Durant? Durant ga, ja. Ja, ik ga voor de Durant. Lekker Sandring. Ook verschil, dat is fijn. Ja, dat heeft misschien ook wel een klein beetje invloed gehad op mijn keus. Maar heel klein beetje. Hier, oké, dit is... Ik weet dat het ziet er dom uit. Maar waarschijnlijk kan het niet helemaal heel veel goede shit. Ik weet niet hoeveel... Oh ja, hij heeft me natuurlijk wel Oh nee! Hij heeft Tori niet gesand attacked. Kijk, nou die is asleep. Dat is fijn. Oh, ik heb ineens een ideetje. Zoals Jim Neutron zou zeggen. Ideetje! Zou een Durant te doen zijn in een Pokémon? Ik weet zijn catch rate niet. Is zijn catch rate hoog of laag? Je weet. Ja, het is een steel Pokémon, hè. Ik wou het net op gaan zoeken, maar hey, als je zo gaat doen, weet je, dan zoek ik het ook gewoon niet meer op. Daar ben ik er klaar mee. Nee. Kijk. Times Encountered 7? Ja, oh ja, tuurlijk. Maar dit, ja, tuurlijk. Nee, dan. Kijk, dit is heel lastig. Er zijn geen bug types in... Maar misschien wel hele kleine in een zoomer character. Omdat het een mier is. Hoe heet die kleine? Heet die Todd? Volgens mij heet die Todd, toch? Is Todd die kleine? Oh ja, dan moet ik er wel Inazuma achter zetten. Inazuma, even. Is Todd die kleine? Nee! Dit is niet degene die ik bedoel. Alhoewel, die is ook wel klein. Kut. Oh, hij zit bij Raymond, dat is sowieso. Hoe heet die? Todd Ironside? Timmy! Ik denk dat het Timmy is. Timmy, die bedoel ik! Dankjewel, Timmy doen we. We doen Timmy. We doen Timmy. Had ik al gezegd dat we hem Timmy gaan noemen? Nee. Oh, wacht, ik ga hem Timmy dus noemen, trouwens. Had ik dat echt niet gezegd? Ja, dat lijkt me echt wel weer iets voor mij om niet te zeggen. Oh jee, een Catty. Jouw favoriete Pokémon. Oh, cool. Yo, hier ben ik in dit gatje ben ik een Pokémon verloren vorige keer trouwens, toen ik hier was. Nummel, omdat ik niet oplette. Oh ja, dit zijn wel die valspelers die X-items gebruiken. Dit is een perfecte gym voor Jordi. En Paddy, want Paddy speelt ook vals. Dat is waar, maar die gebruikt geen X-items. X? Ik heb letterlijk vanochtend nog een clipcompilatie geëdit waar hij in zat. Ja. Hij ging X-items gebruiken. Echt? Om te zeggen. Ja. Dit was niet de bedoeling. En dat is een Engels leenwoord. Bedoeling. Opbouwing is ook een Engels leenwoord trouwens. Hè. Dat wist je waarschijnlijk al. Delcat is gewoon normal toch? Die is toch geen fairy type? Ja. Normal bitch. Wow. Doe eens even om. Kutpoes? Nee, als de kutpoes was, dan had je dit tenminste nog wat aan. Nou,
Wacht, wat? 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 Shiny hunter. Ja, doe maar. Oeh, een eater. Ik ga shiny hunten, zei ik. Oeh, een hardscale. Deze game haat me. Ik ga shiny hunten. Hey, kijk. Shiny? Geen nee. Shiny Geodude. Dat is heel jammer. Mag ik die Geodude shiny hunten? Oh, jij bent al in de gym, hè? Ik ben al in de gym. Je had het over X-items. Ja, ja, ja. Precies. Oké, okay, nee, dan ga ik het niet doen. Jammer. Ik had best wel een Geodude gewild qua shinies. Op zich. Kan altijd nog terug daar, hè? Maar je hebt zometeen je hebt zometeen wel surfen, dan kan je daar ook surfen in die route. Water type is wel what I need. Heb ik niet. Deze is trouwens dood, hè? Niet te verwarren met Dota. Kijk, kijk, iets in me zegt. Pak gewoon Steve. Maar dat klopt niet met de Inazuma arc. Dus ik moet Spinna wel meenemen. Ja, maar Steve is die guy die dus echt geen woord zegt. Oké, die zegt 3 zinnen of zo, maar... In de eerste aflevering en daarna nooit meer. Echt letterlijk nooit meer. Ga naar binnen. Psybeam, kijk. Welke room is dit? Defense room? Hier, kom maar met je defense room. Is het een embryo? Oh, een Linoon. De boulder. De boulder? Dat is van die avatar ring. Ja, jongen, met je X-defense. Gewoon one hit kill. Niks meer aan doen. Ik ga wel even levelen hoor, eerst voordat ik daar... Ik vind het allemaal prima. Ja, misschien had je het al door, maar... Of had je... Ja, had natuurlijk dikke battle en zo, dus je hebt helemaal niks doorgehad. Strength room. Ja, laten we de strength room maar doen, want anders krijg je de one hit KO room en die wil ik liever vermijden. Denk ja, dat is wel kut, maar... Ja. Was jij twijfel tussen Metal Claw en Vice Grip? Hoe heet het? Of ik Fury Cutter weg moest doen, of Vice Grip. Maar... Maakt niet veel uit. Oh, hij blijft op 1 HP in leven. Oh. Oeh, maar Sengus is wel eng, hoor. Uh-oh. Sengus is niet iemand waar je mee wil sollen. Nee, maar ik heb hem afgeslagen. Het is ook altijd... Ik vind Crunch of Bite vind ik altijd lastig. Want kijk, Crunch kan wel defense lower en dat is ook wat chill. Maar de flinch, though. Oké, okay, de volgende is de gym leader. Wel meer damage dus ook. Oké, jongens, ik denk dat ik een goede keuze gemaakt heb. Ik denk het ook, Sander. Ik geloof in jou. Ik geloof dat jij de wereld kan redden. Ik heb al wel enigszins een idee wie ik in ga zetten. Nou, ik zit dus 2 te twijfelen. Straks in de cage match. Die do be twijfeling. Kijk, okay, ik moet deze cage match gewoon winnen. Alweer. Ik sta nu zo ver voor. Dat ik mag deze winning streak laten winnen. Ik mag deze winning streak niet zomaar voorbij laten gaan, denk ik dan. Oh, dit was niet slim. Ik had er ook gewoon uit kunnen rijden trouwens. Waarom heb ik trouwens Golbat niet dood laten gaan? Die had wel een revive. Bedenk me nu. Had je die revive gegeven? Met Larvitar, ja, die had ik revive gegeven.
zit net te denken, die mag ik ook nog maar één keer inzetten. En toen dacht ik, wacht eventjes, hold on. Dat betekent dat ik hem revive. Ja, want ik had geen goede TM's en geen goede health items voor hem. Dat had ik toen nog gecheckt. Oh, perfect moment. Wat? Stardust. Oeh, die is wel nice. Hij is blauw. Oh, nice. Simple, but great. Ik ga even normaal doen. Welke kant had jij? Links. Dat is de, links is de speed door. En dat is de accuracy door. Oeh, ik haat accuracy wel. Maar ik wil eigenlijk ook niet... Zeg maar, ik vind die laatste keuze tussen one-hit KO en strength vind ik ook naar. Ik zou altijd ik... voor strength gaan, maar... Nou ja, ja dat ligt dan... een beetje aan je team natuurlijk. Maar strength is voor mij ook heel naar. Ja. Als in, ik weet niet welke Pokémon... Was het Sengus? Ja, dat is een normal type. Dus daar heb ik ook niks tegen. Ik, weet je, ik ga gewoon voor accuracy doen. Ik bedoel, accuracy... De kans dat het me echt killt... Kan ik nog terug? Nee. Hij zal wel eerst EMX Accuracy gebruiken, dus als jij gewoon een sterke Pokémon hebt, dan... Ja, eindelijk is het tijd! Mm. Het is natuurlijk allemaal normal type. Voor realiteit, of? Nee, dit modderige kipje gaat evolueren. Cool. Een zwempaard. Hey, Delcatty. Oh ja, dat wist ik van jou natuurlijk ook wel. Ben je toch voor de speed? Oh nee, nee, ik ben er voor accuracy. Ja, oké, ik ben helemaal in de war. Lead sheet. Als lead sheet nou even werkt, dan maakt het niet heel veel uit. Dan, kijk, elke keer dat ik mis, krijg hij ook gewoon damage. Dus dan is het niet zo heel erg. En dan kan ik verder Giga the Draining. Oh joh. Joh, dit komt er helemaal goed. Hij gaat attracten. Yes. Maar Tori, kijk nou even wat voor lelijk beest het is. Is dat niet mooi? Je kunt hem toch wel gewoon aanvallen. Zie dan hoe lelijk die... Oké. Hij ziet niet hoe lelijk die is. Oké, je mag stoppen met dubbel... 4 keer te hitten met dubbel slap trouwens. Dubbel slap, 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 slap. Ja, lekker ring. Ik krijg in ieder geval niet nog meer damage. Oké. Volgens mij heeft deze guy maar 1 Pokémon, hè? En wat was de level cap was? 39. Oh, jij bent nu vlak voor de gym dan? Ja. Oh nee, je bent al level 39 met de meeste. Ik ben al bij de gym nu. Jij hebt de gym al verslagen? Nee, dat nog niet. Ah, oké. Ik mag alleen Swampert niet gebruiken, want ik druk de volgende ook eentje te veel. Oeh, dat is wel naar. Dat mag er ook niet in de cage match. Wanneer ga je eigenlijk een Shiny Stone geven aan de beest? Of een Dawn Stone, een van de twee, welke die nodig heeft? Volgens mij een Shiny Stone. Ik weet niet waar je die krijgt. In een van die, marts. Volgens mij zelfs in dit stadje. Oh. Nee, doe ik niet. Ja. Oh, dan ga ik dat straks eerst even doen. In ieder geval hier in de buurt. Helemaal in het begin ergens. Ik dacht zelfs in dit stadje.
En anders misschien een Rustbro. Acrobatisch? Dat is wel goed, want je hebt toch een item. Daarom. Zit je wel vol te focussen op mijn leveling? Dat vind ik iets minder chill. Ja. Hey. Oké. Altaria, lekkerin. Nice. Shake nice. Junior. Dragon Breath, eindelijk. Ik zou wel die spiegelmove wel even wegdoen. Ja. Dat is het enige wat ik eigenlijk echt weg kan doen. Ik had het ook allemaal kunnen rekken tot vlak voor de gym. Maar ik wil eventjes... Oeh, Ironhead. Ja, let's go. Oh, dit is nice. Dit is nice. Mijn team is alweer een beetje aan het opbouwen. Fijn. Een beetje heel erg zelfs. Ik heb er wel weer vertrouwen in. Mooi. Oké, ik ga healen. Ik ging voor die Shiny Stone kijken. Ja. Dan zou het tweede mannetje in de markt moeten zijn. Volgens mij was het hier. Ja, hier was geen tweede mannetje in de markt. Want hier heb ik net potions gehaald. Kijk. Floep. Oké, dan misschien eentje terug nog. Die allereerste, denk ik. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dan is het waarschijnlijk eentje verder geweest. Rustboro. Waarschijnlijk. Ja, in ieder geval ergens in het begin. En toen zei ik het nog tegen je. Ja, maar dan weet je hoe lang dat geleden is. Ja, dat is wel even geleden. Ja. Jammer dat we pas fly krijgen bij de 6e gym. Ja, dat is echt laat. Aan de andere kant, geen surf had ik ook niet lang voor. Oh, hier is ook geen tweede mannetje. Volgehouden. We kunnen straks ook in Battleburg surfen, denk ik, of niet? Of zijn daar nooit... Zeg maar hier, of zijn hier... Ja, zeker. Ik heb ook een aantal fishing rod encounters gedaan, volgens mij. Of is dat alleen... Heb ik dat alleen in Duelford gedaan? Nee, volgens mij... Ja, maar die... Volgens mij hebben we daar niks gevangen met de fishing rod. Ja. Tuurlijk. Gedaan. Ja, want dat duurde me te lang. Ja. Anders had ik natuurlijk ook wel water types gehad. Ja. Hallo, goedemorgen. Het is middag dat we dit opnemen, eventjes context voor het kijken. Goedemorgen! Weet je waar ik zin in heb? Nou. Dit weekend! Nee, ik heb wel echt zin in dit weekend. Dat klonk echt alsof ik een of andere psychopaat was. Nou, welke stad was dat dan? Oh, fast swipe, oké, dankjewel. Eventueel in Duelford of in Marvel. Het was ergens redelijk in het begin. Het was niet hier door die cave? Dat kan, maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook nog in Duelford zijn, hè? Duelford is wel ook snel te bereiken, dus. Vooral omdat ik nu die Forest. Oh nee, dat is in deze gen niet. Ik wil zeggen, ik kan nu de Forest skippen, maar dat kan niet. Dat is gen 1. Ik kan wel alle grass patches in de forest skippen. Oké. You gonna send the rain? Nee. Oké, kijk. Sleepport en dan Duelford. Yeah. Ik wou het eerst andersom zeggen, maar blijkbaar doen we het op deze manier.
Misschien dat je nu al meteen de goeie hebt, dat zou fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. We've hit in Slateboard. Oké, Opskidi. Ja, sorry, maar ik stond op 700 keer speed. Ik denk, dat vind je vast niet leuk. Dat was dashing moves? Zo. Is hier überhaupt... hier is geen markt. Jawel. Oh, jawel. Meteen weer paniek. Nice. Hallo? Ja. Ik ben even aan het kijken hoor. Was het, ja, wel. Sandring gaat even weer. Ho. Nee, het is Roselia. Oh ja, ja. Ja, ho kan ook helemaal niet evolueren. Hoezo dacht ik dat dan? Hoezo zei ik dat dan, bedoel ik? Nice. Het ziet er wel een beetje uit als de OG Shiny, maar dat vind ik niet. Ik vind OG Shiny gewoon mooi, dus dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Nixing on the caking. Oh nee, zo werkt dat niet. Nixing als Twixing. Waarom ga je er daaruit? Omdat ik hier zeker weet dat ik al die trainer boys kan skipping. Want dat, zo deed ik het de vorige keer. Oh. Ik doe dit altijd. Waarom zegt hij ook automatisch nevermind? Omdat ik je daar niet per ongeluk ergens naartoe gaat. Ik praat toch niet voor niets met je, bro? Oké, het duurde nu wel weer heel lang voordat we doorgingen, maar... Old school Sandring. Ik denk het sneller, dan moet ik niet door het gras. Oh, Sandring. Nee, maar dit is allemaal one. See, dit zijn allemaal one-hit KO'tjes. Eén... aanraking, knock-out. Ja. Oeh, Talo doet your hurricane. Ja, zul je zien dat ik door een level 6 Talo nu dood ga. Volgens mij kan dat niet eens, toch? Nee. Misschien als ik Burk typing was geweest, dat het dan wel had gekund. Dan was het keer 4. Dan nog niet. Leek me ook wel sterk, maar boeien. Even snel healing. Zullen we de aflevering beëindigen? Nee, dat betekent dat we volgende aflevering vast de cage match. Nou, dat sowieso, want ik ga de gym leader. Ja, nee, oké. Okay. Maar dan, ja, is goed. Ja? Dat moet maar. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.